Hoi kijkers van De Geweldige Kaas, welkom bij een nieuwe video van iMine. Wij gaan het hoofdkwartier maken voor de geheime dienst van iMine. Of nee, van eigenlijk gewoon de geheime dienst van Nex. Oké, het is net of ze heel slecht zijn. Ze zijn heel goed en heel geheim, maar ze hebben niet echt een... Hey, ik zie dat ik in de default texture pack zit. Ja, doe eens gek. Speel eens in de default texture pack. Hé, dat rijmt. Nee, weet je wat we gaan doen? We gaan wel richting deze berg een beetje bouwen. Ik weet niet. Leek me wel leuk. Op zich. Hè? Oké. En wat we gaan doen? Oh, het is donker. En nacht. En niet licht. En zeker niet helder. Wel helder, maar. Ja, nee, helder. Wat? Helder is meer dat je... Nou, nah, laat maar. Ja. Wat is nou helder? Helder is toch niet dat het licht is? Nee. Vroeger dacht ik dat wel, of daarnet dacht ik het. Wat is de begane grond precies? Ik denk dit. Oké, dan 1, 2, deur. Ik zit even te tellen hoe hoog we die vloer dan moeten zetten. Ja, ik denk gewoon hier. Oké, de vloer komt zo. Wacht, wat ben ik nou aan het doen? Laat ik even erop gaan klimmen. Zo. Ik heb blokjes gemist. Of niet gemist, maar... Ik moest er meer meenemen die ik nu nodig heb. En dat zijn stone bricks of andere dingetjes. Ik weet hem nog niet precies. Ik ga even zoeken. Dit is wat ze noemen een mooi vloerpatroontje. Aha. Weer eens nieuws geleerd. En dit is ook wat ze in Polen noemen ze het een mooiski vloerski. Patroonski. Aha. En in Rusland. Even gewoon tussendoor hoor. Noemen ze dit een. Een mooi vloerpatroonhof. Ja. Ik heb het ze zelf horen zeggen. Het is niet dat ik Russisch kan of zo. Maar als even toevallig. Ik liep op straat en opeens zo'n man. Ik ben Russisch. Een mooi patroonhof. Wat ik net zei. En ik dacht, hey, zeggen die dat? Zo. Dan moet ik mijn kijkers vertellen. In mijn kijkers vertellen, zei ik dat? Tegen mijn kijkers vertellen. Ja. Dit is hoe het eruit komt te zien. Ik weet niet. Ik heb gewoon op Google afbeeldingen wel zitten rondkijken. En opeens kreeg ik iets als dit ongeveer. Ik ben benieuwd wat ik met de muur wil gaan doen. Ik heb hier al dit gemaakt. Dit is een beetje de cobblestone fundering waar het op staat. We kunnen altijd nog een beetje bedenken wat we ermee willen doen. Want het is een beetje saai, moet ik ook toegeven. Ja, dat moet niet, maar dat wil ik. Dat is mijn instinct ofzo. Het is niet dat er iemand een pistool tegen mijn hoofd houdt en zegt... Jij moet dit toegeven. Geef het naar me toe. Nee, het is wel gewoon vrijwillig. Oké? Oké, nou kan dat geweer weer weg. Ik heb het weer goed gemaakt. Ja, stiekem stond er wel iemand met een pistool tegen mijn hoofd. Oké, hier. Een foutje gemaakt. Klik. Ja, ik deed dat gewoon. Oké. Nou hebben we dit. Ik heb rekening gehouden met de afstanden. Dat er hier zo vier tussen zaten. En dat we weer een pilaar konden doen. Vier ertussen. Pilaar. Oh. Vier ertussen. Dat heb ik aan de voorkant gedaan. Maar hier aan de zijkanten niet. Ik heb hier gewoon... Ja, tot een random afstand gedaan. Oh. Dit komt wel precies uit. Dus ik kan gewoon zo. Ja, ja. Aan de andere kant kijken of het lukt. Want aan de andere kant moet ook nog een deur. Daar moeten we ook nog rekening mee houden. 3, 1, 2, 3. Kijk. Ik kan hier een deur. Wat hoor. Zo. Ja. En dan moet je eigenlijk via hier naar buiten kunnen en er in en uit. Maar dan moeten we nog een padje. Of een paadje. Een padje. Een paadje. Een paadje. Connecten naar hier. Zoiets. Ja. En dan een grens eraan vast. Dus zo. En dan hier ook. Dit. En dan is het nog een kwestie van gras dat hier zo groeit. Zo. En dat is er gewoon op wachten, denk ik. En dan kunnen we zo via hier daarheen. Hebben we... Ja, die hebben we. Maar niet genoeg. Anders zetten we deze gewoon hier. Voor het idee van, oh pas op. Maar het helpt niet echt. Wat we ook kunnen doen is even een...
We hebben hout ook nodig hoor. Beurtjes bijna op. Even dit. Met die... met die wals. Zo. Dan heb je toch nog meer het idee van... Oh, vallen we niet af. Nu moet je wel meer je best gaan doen om eraf te vallen. Ja. Super goed gedesigned, man. Oké. Okay. Hebben we ramen? Nee, ja. Maar niet bij. Ik wil iets designen met de ramen hier. Ja, het worden ramen. Kunnen we hier iets leuks doen? Dus dat we dit weghalen. En dan hier zo gras neerzetten. We hebben geen gras bij, hè? Nou ja, kom maar goed. En dan deze hier zo. Oké, dat was een beetje dom. Zo. Oké. Deze omhoog. Zoiets. Ja. En dan wordt dat ook iets leuks. Hier zo kunnen we een deurtje doen naar buiten. Zo. En dan kunnen we hier een leuk terrasje doen. Zullen we een terrasje doen? Ah, ah. Dat zeggen ze altijd als het warm weer is. Zo'n vrouw en een man. Zullen we een terrasje doen? Ja. Dat zeggen ze altijd. En dan ga ik dat ook zitten zeggen. Want zo is het met de wereld. De publieksdruk. Of de groepsdruk. Ja, hoe meer mensen het zeggen, hoe meer mensen mee gaan doen ook. Oké, ik wil iets aan de binnenkant van dit huis designen. Ik wil niet het raam hier direct in. Ik wil iets naar achter ook. Oh nee! Even de buitenste. Oh. Even de buitenste rand wegdoen. Van heel dit gebeuren. Tot de deur. Oké, zo kunnen we er weer naar buiten. Of erop, zeg maar. Zoiets. En dan... Oh, ik wil hier wel een birch, want dat lijkt me mooier. Zo. Dan wil ik... Het klopt niet echt, maar het is wel gewoon mooier. Denk ik. Even deze wil ik wat... Solid. Het is niet zo... Nee, niet solid. Gewoon dat je wat beter dit zicht hebt van... Oh, er komt iets. Oké. Okay. Dit wil ik allemaal eentje naar achter gooien. Ja, dit. Het wordt een apart gevalletje. Zo. Ja, die hoekjes die worden lastig. Misschien kunnen we iets doen met... Ja, dat kunnen we. Gewoon dit doen. Ik weet niet of het dan nog mooi is, maar we zullen wel zien. Maar dan is het in ieder geval makkelijker om er iets mee te ontwerpen. Oh ja, we moeten hier ook nog die buitenste rand weghalen. Zo. Ja, deze moet blijven. En hier weet ik niet wat ik wil, dus ik ga hier even deze dingen laten staan. Oh, foutje. Bedankt. Even denken. Dan kijk ik eventjes vanaf buiten. Oké. Ziet dat er goed uit? Ja, kunnen we gewoon iets leuks mee doen. Ik wil wel nog iets met dit. Ik weet niet, we zullen zien. Want ze zullen weten. Ja, oké. Een liedje. Ze zullen weten. Oké, okay, maar... En dan... Ja, dan ga ik dat ook gewoon zingen. Zo ben ik dan ook weer. Oké. Okay, hier hadden we iets. Ik weet niet precies wat. Laten we eventjes dit dan ook zo zetten. Oh, god. Waar ben ik mee bezig? Ja. Hier ook. Hier ook. Hier ook. Oh, dat is precies goed. Nee, want hier moeten we ook nog... Zo. Gekke man. En dan hebben we alleen nog dat materiaal nodig. Ik vind alleen... Nee, nee, nee. Nee, dat vind ik niet. Ik heb geen mening. Dit moet hier. En dit hier. Ja. Ja. En dan hebben we hier gewoon zo'n deur. Nee, dat klopt niet. Klopt wel, maar het is minder mooi dan dit. Ja, dit komt wel goed. Dit komt wel goed. Nog hier wat gras. Oh, het is al gegroeid. Bijna allemaal. Oké, dat kunnen we zo doen. Zo. En dan moet dit alleen nog groeien. Ja, dat is leuk. En dan kun je ook hier als het nodig is. Niet dat het nu nodig is, maar... zo. Ja, dat is gewoon goed. Dat is gewoon goed. Ik zie dan wel dit probleempje. En dat is aan de andere kant ook. Ja, nou klopt het meer. Voor de rest hebben we dat nergens, toch? Nee.
Oké, want dit moet natuurlijk wel gewoon goed zijn eronder. Nu moeten we gewoon een recessed blokje hebben. Laten we eventjes naar het blokjeshuis gaan. Die hebben we in de livestream hebben we die gemaakt. Dat was pas geleden een livestreampie. Dit heb ik trouwens, voor de mensen die het zelf waren, deze heb ik off camera gemaakt. Het verhaal hierachter is dat ik dacht, hey, laat ik eens een wit huis gaan maken. En ik dacht, ik wil wel de layout alvast van tevoren neerzetten. Maar, en dan doe ik de rest al gewoon on camera. Maar voordat ik het wist, was ik al klaar met het huis maken. En toen stond er een huis. En toen dacht ik, ja, dan heb ik daar maar geen aflevering van. Oké, laten we gebruiken het blokkie Orange Tint Clay. Nee, man. Of wel? Ik weet niet of mooi iets we zullen zien. Zo. Nog één. Zo, de jongen. Oh, die deed pijn in mijn schouder. Of niet mijn schouder, maar zo onder mijn schouder. Zo een beetje van achter, onder mijn schouder. Ik weet... zo een beetje zo bij je oksels, maar dan zo meer naar achter. Zo daar, nee, ja. Laat maar ook. Als niemand begrip wil hebben voor mijn leed. Oké, deze willen we dan denk ik zo. Ik weet niet wat ik in de hoekjes wil. Het is een beetje gek gebeuren. Ja, topkek. En dan even kijken of het vanaf buiten leuk is. Ja. Ja, dat is gewoon wat we willen. Top. En dan hier dit. Ja, dat is goed. Een beetje zo'n broekvorm. Kent en zie het. Allemaal geluiden van mijn hond. Want er komt waarschijnlijk iemand thuis. Precies. En ik moet dus nu Jaro gaan uitlaten. Nou, zal ik dat eventjes doen? Zal ik dat... Zal ik dat eventjes doen? Ik ga hier zo wat uitbreiden voor. Zodat we als we willen hier zo naartoe kunnen uitbreiden. En dan doe ik hier een muurtje. Zo. En als we willen, kunnen we hier dan verder. Zo. Zal ik dat eventjes... Oké, we moeten... Nog even snel... Ja, zullen we hier stone doen? Is dat mooi? Ja, dat is gewoon te doen, toch? Gewoon lekker. Oké. Daar had ik niet over nagedacht, over die uitspraak. Het ging gewoon vanzelf. En het klonk leuk, ja. Oké, ik wil hier nog even snel... trappentjes. Van... Of hier... Of eentje... Oh nee. Die ging te snel. Ik wist even niet wat er gebeurde. Zo. Terug met die blokjes. Kijk, en dan doen we die daar. Huh? Oké, dan maken we daar ook eventjes dit van. Ja, dat is gewoon goed. Ja. En deze kunnen hier. En want een deur is 2 hoog, natuurlijk. En dan hier. Ik ben zo terug. Ik heb een taak om te doen. Paniek, paniek, paniek. Iemand. Oh, maar ik ben. Ik kwam zo terug van Jaro uitlaten. En opeens keek ze naar mijn scherm. Stond zo. Oh, je bent dood. En dat was stom. Dus ik hoop dat alles er nou nog gewoon ligt. En dat ik gewoon alles kan pakken en alles weer goed is. Maar. Oh, ook gewoon door een zombie. Kom aan. Snap dat spel niet van. Hé, hey, dat was niet expres. Want. Ik ben toch gewoon een persoon. Ik ga niet dood door zombies. Waar was het? Aan de andere kant was het, hè? Ik weet niet precies. Ik weet wel dat er een zicht was naar buiten, maar... hier zo ergens stond ik. Hier beneden. Ja, ja. Hier zo. Nee! Oh mijn god. Oh nee! Het is beneden. Oh, paniek. Help, help, help. Ik hoor ook ondertussen jurkmuziek. Supergoed. Ik kom hier niet doorheen. Nou, hier is het ook niet, hè. Ik weet niet waar het is, man. Kijk. Nee, hier is het niet. Oh, god. Mijn spullen liggen hier ergens. Ik ga met mijn man. Ik weet het. Oh, mijn god. Paniek, paniek. Snel, snel. Ik moet naar de andere kant. 1, 2... Nee! Oh, nee. Hier is het. Yes. Oh, yes. Ik heb het. Oh, wat een opluchting. Alle goede spullen die ik niet kwijt wil raken, die heb ik in ieder geval nog. Daarbij praat ik over deze en deze en deze 4. Nou ja. Ik ga nu even een formuliertje inleveren bij een sportschool in de buurt.
Oh, sport jij? Nee. Ik moest daarheen voor een project. Zo, nou, geen project, maar meer gewoon. Er moest zo'n keuzeactiviteit en zo. Het was niet vrijwillig. Maar ja, ik ga er dus even een. Ik was vergeten om dat te laten aftekeningen. Aftekenen met een handtekening hier. Nou, oké. Okay. Joejoe, hey. Eén wandeling later. Oké, okay, we hebben nu dit. Ik heb een randje toegevoegd. Super tof, want dan weet je ook waar je aan toe bent. Oké, okay, ik weet niet wat ik nog precies wil met het huis. Ik heb ook dit gemaakt. Oi, bb. Oi, hallo. Denk ik. Of zo. En ik denk dat ik nog wel wat wil gaan toevoegen. We moeten nu, denk ik, of we gaan dit hoog maken. Of we voegen nu gewoon een dakje toe. Een dakje toe. Nee, ik ga even kijken. We gaan zo. Dit hebben we nu. Ja, dat is op zich te doen. Ik weet alleen niet wat voor dak ik erop wil. We kunnen gewoon kiezen voor zo'n piramidedak. We kunnen het ook piramidedak, maar dan minder stijl. Dus met slabs. We kunnen ook gewoon een plat dak doen, maar lijkt me niet zo mooi. Gewoon, ik weet niet, we hebben verschillende daken. Ik heb zelf een filmpje met tips over daken. Misschien moet ik die eens gaan zien. Volgens mij was dat iets met glas ook. Ja, weet je. Weet je wat? We doen gewoon de slaapdak als piramide. Die niet zo stijl is. En we zien wel wat we er voor de rest dan doen. Zo, het dak is af. Het is op zich niet zo heel gedetailleerd. Maar ik ben wel gewoon blij met hoe die is geworden. Laten we even kijken van een mooie plek om hem te bekijken. Die zin, die ging heel gek. En die zin ook. En die zin niet. Mooi. Oké, okay, laten we een torentje maken. Hier. Volgens mij ziet het er gewoon goed uit, hoor. Het is ook speciaal. Ik vind het een speciaal iets. Ik vind ook dat in de hoekjes een beetje gek is. Het is alsof het dak zweeft. Maar ook weer niet. Ik ga het houden. Alleen ja. Qua interieur. We hebben nog niks qua interieur, want we hebben niks. We hebben zeg maar alles al. Het enige wat we niet hebben, is heel veel gebouwen. Maar ja. Ja, we hebben niet alles. Wees creatief, Robin, en verzin dingen. Wij gaan het hoofdkwartier maken voor de geheime dienst van Armin. Of nee, van eigenlijk gewoon de geheime dienst van Nex. Oké, okay, hopelijk voor deze video leuk. Laat eens even like achter, abonneer op de geweldige kaas voor meer. En dan zeg ik tegen jullie, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken, tot ziens. Het was leuk. Joejoe, hey. En dag.